Op het moment dat we de verbinding met onze partner lijken te verliezen, dan komt er een taboe op te staan en klappen we dicht of zijn we daar toch niet open over, zoeken we geen hulpverlening. En dat is zo zonde, want niemand wil uit elkaar, niemand wil in een scheiding belanden en helemaal niet in een vechtscheiding. Mijn naam is Nienke Siderius, kwartiermaker Relatie APK Kwadraat. Maar wat is nou de Relatie APK? Nou, de Relatie APK die bestaat uit twee onderdelen. 1. Relatiespreekuur in de wijk, wekelijks voor elke inwoner. En 2. De Hou Me Vast training en de Hou Me Vast training voor ouders met jonge kinderen. Dat is een groepsbijeenkomst, wekelijks van 8 keer, waarin ouders of stellen dus beter leren communiceren, ruzies verminderen en een betere verbinding met elkaar krijgen. En Hou Me Vast is evidence-based. Inmiddels zijn we ruim een jaar actief binnen de gemeente Gouda. Mijn collega Nienke Lijn die vertelt jullie daar zo wat meer over. Daarnaast neemt mijn collega Cynthia Muller jullie mee naar de start van Team Wassenaar. En het is leuk om de gemeentes en de verschillen daarvan en ook de gelijkenissen goed te kunnen zien. Ook zijn we recent bij gemeente Stichtse Vecht geweest voor een workshop voor netwerkpartners. Waarin we de netwerkpartners meenemen in wat de training inhoudt en hoe ze op een goede manier kunnen verwijzen. Maar goed, laten we nu eerst beginnen bij mijn collega Nienke Lijn. Welkom in Gouda. Zoals je ziet gaan we zo starten met de 7e Hou Me Vast groep. We zijn gestart vorig jaar en hebben nu al 7 groepen gedraaid en 24 stellen bereikt. In Gouda is het een groot succes. Kan je zeker zien aan het feit dat we een flyer hebben gedrukt dat die nog niet eens bij de netwerkpartners was en de groep toch al vol zat. En wat we van de stellen terug horen is bijvoorbeeld: de wens om uit elkaar te gaan is weg en de wens om wat vaker te verbinden is daarvoor in de plaats gekomen. Of het heeft een positieve invloed gehad op ons hele gezin. Gouda is een succes en ik hoop dat het overal een succes wordt. We zijn hier in Wassenaar, waar ik samen met mijn collega Desiree Koudijzer de Relatie APK aanbied. Wij vonden het in het begin best wel heel erg spannend om de Relatie APK hier aan te bieden, want Wassenaar is een dorp. Maar eigenlijk vanaf het allereerste moment is het een groot succes en zitten alle groepen tot nu toe vol. Ik denk dat eigenlijk relatieproblemen overal voorkomen en dat dat een van de redenen is dat het ook hier in Wassenaar een groot succes is. Goedemorgen, vandaag zijn we in de gemeente Stichtse Vecht in Maarsen bij Kwadraat. We verzorgen hier een workshop voor netwerkpartners waarin we vertellen over de Relatie APK wat het is en hoe je op een goede manier kan doorverwijzen. Dus kom vooral mee. Stilstaan bij het groepsproces en uitleggen hoe het werkt zorgt ervoor dat netwerkpartners op een goede manier door kunnen verwijzen. En we merken ook vaak dat we na een workshop de eerste aanmelding al binnenkrijgen. Dus het geeft een goede start. Vanuit Kwadraat zijn we enorm trots dat we een aanbod hebben dat zo preventief werkt. Juist binnenkomen bij de gezinnen op het moment dat het nodig is en dat je nog wat kan bieden. Vanuit daar zijn er op dit moment ook 60 collega's vanuit ons geschoold om dit te kunnen gaan bieden binnen de gemeente waar ze werkzaam zijn. En ze zijn vooral nu heel erg druk bezig om de workshops neer te zetten en om de gemeente mee te nemen in het verhaal. Maar bovenal hebben we er vooral heel erg veel zin in.